Dus, we zijn maar 18. Ja, ik zie geen tellen meer, hoeveel minuten. Holleder krijgt levenslang, hè? Holleder krijgt levenslang. Dus dat wordt wel even geëist, dat hij wel even levenslang krijgt. Hey, hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag zondag in het Tingaperkje hier even. Het Tingaperkje weer even. Dus even, traind wat, maar ja. Dat weerhoudt mij niet om niet naar buiten te gaan met de vlog. En in het Tingaperkje dacht ik, ga even het Tingaperkje zo naar het Rastelpark. Maar moet het toch, ja, het regent en zo. En ik moet daar nog niet fietsen in de regen. Dus in ieder geval, wat heb ik vandaag gedaan? Vandaag uitgelapen. Nu dus, half 10 was het ongeveer. Toen ik buiten gaat. En nog op YouTube gekeken. En zo knollenbollen. En mijn vriendin is vanmiddag geweest. Dat was gezellig. Dus ja, weekend zijn we er bij elkaar, hè. En door de week, ja, op dinsdags en vanavond ga ik weer even naar naartoe. Dus dat is altijd leuk. Van weekend gedaan, gisteren even, de bladeren komen al uit, kijk. Zien jullie dat? Knopjes komen al uit. Ja, weer wat inzoomen rijden, dat weet ik zo ook even niet, maar hier wat autofocus. En gisteren even, met vriendin even wat leuke dingen gedaan. Gisteren aan mijn broer even geweest. Senseo is kapot, zo te zeggen. De deksel zuigt vacuüm. En gisteren heeft mijn broer hem opgekregen, maar vanmorgen was het weer hetzelfde heuvel. Mijn broer denkt dat er iets in het ding kapot is. Bij het waterreservoir, dus dat gaat zeker veel geld kosten, want de garantie is eraf. Dan heb ik een Senseo van mijn broer en schoonzus. Misschien hou ik die ook wel, want Senseo zijn niet altijd goedkoop. Ik dacht dat het ook goedkoper waren, 25 euro, maar het kost ook wel langzamerhand 60 euro. Dus jammer, hè? Wanneer was het? Vrijdagavond. Vrijdagavond ging de Senseo kapot. Ik dacht dat dit, kapot, ja. Het water was bijna op. En toen liep die zoogt die vacuüm. Had. Dus nu is het helemaal gebeurd met hem. Ik denk het wel dat het nu helemaal gebeurd is. Dus het is nu afwachten. Ik heb mijn broer en schoonzus haar hun Senseo. Misschien mag ik die ook wel houden. Ik weet het niet. Is er iemand aan het werk? Ik denk het niet. Op zondag? Ja. Dat lijkt me stug. Maar fijn. Dus even onder paraplu, hè, anders wordt de camera nat. Dus ik heb nu een Senseo. Nu wel een Senseo van mijn schoonzus, zei ik al, hè. Dus niet nat worden natuurlijk, hè. Dat is niet de bedoeling. Maar die heb ik nu. Dus misschien mag ik die wel houden, ik weet het toch niet. Maar ik ga niet al door die trek heen lopen hier. Dus een beetje op pad hier lopen. Maar Senseo, dat is nu einde oefening, ik weet het niet. Om te laten repareren, er zit geen garantie meer op. Ik heb hem al meer dan een jaar. Dus mijn broer soms hebben zelf een andere koffieapparaat. Hoe heet het ding ook alweer? Kan niet op de naam komen trouwens. Hoe heet dat ding ook alweer? Ik weet het zo even niet. Café, nou wat geloof ik. Ik weet het niet. Niet met bonen. Die heb ze opgehaald, maar een ander. Maar ik weet dus niet waar het had trouwens. Dus Dus ik heb nu een ander Senseo, dus dat is ook wel even leuk. Leuk niet. Die is voor mij niet zo oud, maar ik krijg die nu weer los. Hij zuigt vacuüm. En gisteren heeft mijn broer hem losgekregen. Zei al, hè? Vanmiddag probeerde ik weer koffie te zetten. Toen liep hij weer vast. Dus iets in je waterreservoir is kapot. En het, hij komt bij Blokka weg, dus ik denk niet dat ze een eigen reparatieservice hebben. Dus het, maar van jou sturen wat ook duurde liefhebber, jongens. Maar misschien mag ik deze ook wel houden. Het is een iets simpeler van broer en zoonzus, maar dat maakt ook niks uit. In ieder geval, dus het is niet zo mooi weer vandaag, jongens. Ik had nog beter weer. Het zal vandaag niet zo mooi weer wezen trouwens, maar Dus morgen werken weer. Dus woensdag weer vrij naar de tandarts. De 9:30. Dus, eigenlijk wel wat chill, eigenlijk, want dan heb ik de hele dag dingen van mezelf doen. Mijn vriendin is ook vrij woensdag, ik weet niet wat we gaan doen. Maar fijn, dat moet je maar wachten.
Dus ja, even naar tandarts. Ik heb nog niks van het werk gehoord, dus ik kan jullie nog geen updates geven. Ja, iedereen is een beetje wat gestrest. Waar gaan we heen? Ja, dat... Wacht jongens, het is allemaal jammer. Maar fijn, ja, dus ik heb geen updates over mijn werk. Dus ik kan nu niks vertellen over mijn werk. En dan kom ik nog wel even komen. Kijk maar, wat ik probeer. Kip curry, lekker jongens. Dus Arnold, jij vond het ook wel een lekker. Leuk natuurlijk, hè. Ja, volgende week pak zooi met rijst en nog wat. Dus dat is wel leuk. Ja, je vroeg om fitnessvlogs, dus daar ben ik wel mee bezig. Maar even bedenken hoe en wat allemaal. Dus, ja, vandaag heb ik geen fitness, van vandaag rustdag op zondag. Dus, en ja, lekker in het kreet komt van de week ook weer. Dus, misschien woensdag even met een extra vlogje, ik weet het niet zeker. Maar het kan zo zijn dus natuurlijk, hè. Dus ja, het is ja... Ja, zo is het naar Rastelopark, maar met dit weer is het niet zo lekker om heen te fietsen. Dus dat komt ook nog wel weer eens. Dus in ieder geval lekker. Hè? Dus ja, het is niet zo lekker weer trouwens. Niet zo lekker weer, dus ja, aanwachten. Hè? Dus we zijn maar achter. Ja, ik zie geen tellen meer, hoeveel minuten. Holleder krijgt levenslang, hè? Holleder krijgt levenslang. Dus dat wordt wat wel even geëist. Dat hij wel even levenslang. Dat wordt wel even geëist. Dus ik zie het nu helemaal niet. Geen minuten meer in beeld. Dat is ook even lekker. Dit nou weer. Dus ik kan niet zien hoeveel minuten hij speelt. Maar ja, Holleder krijgt levenslang. Dat is wel geëist. Dus ja, hij ontkent alles natuurlijk weer. Alles weer ontkent hij weer natuurlijk, hè? Dat is een beetje vreemd, jongens. Ik zie geen minuten hoeveel hij opneemt. Ja, hoeveel minuten hij bezig is. Wat dat dan weer is, weet ik ook weer niet. Maar ja, hij ontkent het, dat hij het wel heeft gedaan. Dus hij krijgt, ja, het is de bedoeling dat hij levenslang krijgt. Maar fijn, dat, ja, dat ontkent hij dus. Dat is een beetje ja, jammer. Maar ja, er zijn een heleboel aanklachten tegen hem. Dus ja, dat hij levenslang de bak in draait, dat is wel, zeker. Dus ja, aanwachten dus. Maar ik zal eens even kijken met die minuten en zo. Ik ga eens even kijken. Dus ja, nu weer, heb ik weer ja, de tellerij weer in beeld. Dat die, ja, kan ik zien hoe lang die filmt. Was hij weg, dus ja, daar heb ik even een knop ingedurfd van de camera. Ja, dat is een beetje een andere camera die ik gewend ben, jongens. Ik moet nog even wennen natuurlijk. Hè. Dus ja, nu kan ik even zien hoe lang ik film. Dus ja, Holleder, ja, die ontkent alles. Hij zegt dat niks heeft gedaan, dat alles ja, geloven is en zo. Dus ja, dikke smeerlap. Dus hij kan het levenslang krijgen. Dat zal wel, nou, dat zal mooi zijn, want ja, het is eigenlijk niet zo leuke man. Dus die Holleder, ja, Peter Vries, die was er ook altijd bij de zittingen geweest. Dus ja, hij krijgt levenslang. Dus dat, ja. Ja, dat moet volgens mij nog beslist worden. Of ja, de eis is wel levenslang, maar als je dat krijgt, dat weet ik niet. Ja, dat zal mooi zijn natuurlijk. Hè. Dat, zulke rare kerels moeten we niet op straat hebben natuurlijk. Hè. Dus ja, Holleder, daar staat een autootje in daar. Maar ik denk niet dat ze op zondag hier bezig zijn. Dat lijkt me ook sterk. Maar fijn. Dan. Dus ja, hier kan je ook in, maar daar gaat hij niet heen. Niet in met de paraplu. Dan gaat hij helemaal stukken. Maar fijn. Ja, blij dat ik weer kan zien hoe lang die filmt. Dat is mooi. Dat, hoeveel minuten hij filmt. Dus, dat is mooi dat ik daar weer kan kijken. Maar fijn. Ja, Holleder dus, die krijgt levenslang. Dus, ja. Hij zegt dat hij geen mensen heeft laten vermoorden, terwijl het wel zo is. Maar fijn, ja, hij is een dikke liegbeest natuurlijk. Hè. Hij ontkent het natuurlijk, hè, dat hij het niet heeft gedaan. Terwijl dat hij het wel heeft gedaan, dus ja. Maar fijn, van de week kook ik nog dus pakzooi met rijst en kip erbij. Dus dat is lekker weer. En lekker met Kees komt ook weer. En woensdag heb ik één vrij voor de tandarts. Dus is nog zo'n 9:30 ook geweest. Dus dat is mooi, daar heb ik de dag even tijd van mezelf. Ik weet niet of mijn vriendin nog komt. Heeft woensdag altijd wat andere dingen te doen, maar dat zien we wel even. Dus ja, niet zo lekker weer. Hè. Vorige week zondag was het lekker weer, jongens. Het was echt lenteachtig weer. Maar fijn, nu dus nu niet. Dus ja, ja, soms druk ik via het knopje in van de camera en dan is alles weg. Dan kan ik niet zien hoe lang die filmt. Dus dat is altijd mooi om dat alleen te zien. Dus, ja, het is een goede camera, een leuke camera. Maar ik moet hem altijd nog even wat dingen leren van de dingen. Dus, ja, gisteren mijn broer in bezoek met een Senseo cycle. Hè. Dus
Ja, wat nu gebeurt met de CEO, ik weet het niet. Ik heb die van mijn broer en schoonzus. En misschien mag ik die ook wel houden. Ja, weet je, vriend, ja, ik vind het vreemd, jongens. Vanmorgen deed het weer niet, staat hij weer vast. Vacuum. En volgens mijn broer is er iets in die waterreservoir kapot. En er zit geen garantie meer op. Ja, hij komt bij blokken weg, zei ik al. En die hebben volgens mij geen eigen reparatieservice. Dus dat. Ja, om dat ding op te laten sturen, zo. Ja, wat er lak duurder dan de brief is. Maar fijn. Verder nog nieuws. Ja. Ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. Dus het weekend weer om. En ja, mijn moeder is bijna ook weer jarig. Een cadeautje van moeder halen nog. Wat 80 jaar, jongens. Mijn moeder wordt 80 jaar. Een hele leeftijd. Ja, mijn moeder is gevallen van het weekend. Ja, dat was wel minder leuk. Ja, ze is zo'n bed toe. Toen verloor ze haar evenwicht. En toen is ze tegen de tafel aangevallen. Blauwe plekken, kneuzingen en zo. Dus ja, het was niet zo'n leuk weekend. Dus maar fijn, het is goed gekomen, gelukkig. Niks gebroken. Maar fijn, ja, dat. Ja, mensen worden ouder, hè. Dus ja, daarom zit ze ook in het bejaardentehuis, hè. Ik zit ze al 5 jaar, geloof ik. Dus maar fijn. Ik ga nu even naar huis, dan zien jullie me zo thuis. En even een kleine boodschapje doen nog even. Vanavond even naar mijn vriendin toe. En dan morgen weer werken, dus dat, ja. Dus nog geen nieuwe updates van het werk. Dus zodra ik iets weet, dan laat ik jullie dat weten. Maar momenteel heb ik nog niks gehoord, dus ja. We zouden één deze week al iets horen, maar fijn. Dat moet meneer stilletje aan wachten, dus. Dan zie ik jullie zo weer even thuis. Dus ik ben thuis. Dus even niet zo lekker weer in het tingenparkje. Maar fijn, ik ben toch even uit geweest. Dus even, nattigheid buiten, dus ja, zo in een kleine boodschapje doen, dus dat is wel lekker eten. En vanavond nog even naar mijn vriendin toe, dus ja. En morgen werken. Dus ja, ik zei al, ik heb nog geen update over het werk en zo. Ik heb daar nog geen bericht over gekregen, dus ik kan hier nog niks zinnigs zeggen waar ik heen ga. Ik hoop natuurlijk dat ik een leuk plekje krijg. Dus ja, het is allemaal even aan wachten. Dit had voor mij ook niet gehoeven natuurlijk, hè. Ik hoefde dat daar niet weg uit de inloop, maar ja. De stekker is uitgetrokken, dan moet je wel, hè. Dus, maar fijn, dan ga ik zo de vlogje sluiten. Maar een paar boodschappen doen. En ja, morgen ben ik weer met een vlogje weer. Dus, ja. Even naar de tandarts in. Kijk, kaartje van de tandarts. Dus, kijk, ja, autofocus, hè. Dus, 9:30 en 10:10. Oh ja, mondgeneester om 9:30. 10:10 de tandarts. Maar fijn. Ja, misschien gaat mijn vriendin mee naar de tandarts, maar dat wisten ze nog niet. Ik zei dat hoeft niet per se. Hè. Dat, ik red me alleen nog wel, maar fijn, dat moet we maar even bekijken. Ik ga deze vlog weer sluiten. Ik zie jullie morgen weer terug met een nieuwe vlog. Zeg nog een prettige avond verder. En vanmorgen, wie werkzaam moet, werkzaam morgen. Maar morgen weer werken, dus. Maar fijn, dat gaat zeker goed komen. Ik zeg een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer leuke video's. En volg mij op Instagram en Facebook. En graag tot morgen bij een nieuwe vlog van mij. En van de week komt weer een kookblog en lekker eten met Kees. En fitnessvlogs, daar ben ik mee bezig. Misschien kijken wat ik jullie kan laten zien. Ik heb een fitnessvideo op mijn kanaal staan, hè? Dus. Maar fijn, ik ben er hard mee bezig. En ik laat jullie weten wanneer er weer even een fitnessvlog komt. Dus tot morgen maar weer. Doei.